Peter de Kroemelen ben ik, 44 en aan het werk bij de VRT sinds de week na 9-11, 2001. Is dat nog altijd, hè? Het meldpunt ken ik zeer zeker. Ik zal het anders zeggen. Ik denk zelfs dat ik mee aan de grondslag lig van het meldpunt. Omdat ik op de VRT al een aantal jaar voorzitter ben van de redactieraad. En er leefde wel iets op de nieuwsdienst dat we soms te veel in gevaar zijn, te veel gevaar lopen. De voorbije jaren vooral, dat valt op dat dat toeneemt. En niet alleen in oorlogsgebied, echt ook gewoon bij ons in de straat in Brussel. En we hebben dat dikwijls aangekaart op de redactieraad. En naar aanleiding van een paar verslaggevingen, post-terreur zeg maar, en betogingen en zo, hebben wij een soort eigen code gemaakt van hoe moet een journalist daarmee omgaan. En de VVE heeft goed geluisterd. Of onze documenten zijn dan bij hen gekomen en plots waren ze daar met een meldpunt. Oké, zeer wel en zeer goed. Hè. Het belangrijkste is dat het er is, dat het er komt, omdat het nodig is. Omdat er nu eenmaal risico's verbonden zijn aan onze stijl. En dat moet je dan aanpakken. Ik denk dat de VRT-journalisten sowieso eerder intern hun melk zullen halen, om het zo te zeggen, dan naar het VVE stappen. Maar ik denk dat VVE wel belangrijk kan zijn voor kleine groepen of voor freelancers. Een aantal keer, vaak verbaal geweld, dat krijg je naar je hoofd als journalist. Ik heb een aantal jaar sportjournalistiek gedaan. Hè. Dus voor het meldpunt bestond heb ik wel al eens een agressief moment op voetbal was dat. Omdat ik vragen wou stellen op het moment dat hij niet paste duidelijk. Ik werd eerst omsingeld, dat moet ik zeggen, door 3-4 man. Waarop één dan zei, jong meneer, hier een tip, steekt die mijn micro weg of ik steek hem in een gat. En wat hoongelach en noem maar op. Maar dat gevoel van, dit is hier een beetje gevaarlijk op zijn minst toch. Gemaakt dat je beter weg bent. Dat heb ik wel gemeld aan de VVE. Het zegt vaak veel, voetbal is een hele gevaarlijke betogingen, altijd weer. In de heat of the fight kan je wel eens iets naar je kop krijgen. Het meest agressieve vond ik eigenlijk nog vorig jaar, in juni was dat zeker, ja. Finale van het WK voetbal in Parijs. Ik was daar om verslag te doen over wat er leefde in Parijs. Dat is helemaal geëscaleerd. Met glasbreuk, auto's in brand. Ik weet nog dat ik mensen interviewde en dat ze echt met brommertjes passeerden langs mij om zo die microfoon mee te gerissen. Ik weet dat mijn tv-collega Steven de Kranen ook werd belaagd, echt met een helm op zijn hoofd moest staan. Dan denk ik van, loop ik hier nu niet te veel risico. Het is uiteindelijk maar een verslag over iets wat fout gaat in Parijs na een WK-finale waar dat wij niet eens bij zijn. Dan durf ik al eens denken, waarom doe ik dit? Dat mensen mij verwijten, god ja. Daar zit u over als journalist, is het eenmaal verwacht van u, om het zo te zeggen, dat er wat teruggegraat is, dat je daar tegen kunt. Wat ik nu wel opvang, de voorbije weken, maanden, na de verkiezingen ook, het zal er niet op beteren, we leven in een tijd van polarisatie, dat de VRT, dat is toch nog altijd blijkbaar in de perceptie dat links sossenest, wat niet waar is. Hè. Ik kan daar meerdere argumenten voor geven waarom dat niet zo is, maar bon, dat doet nu niet ter zake. Bijvoorbeeld mijn collega Thijs Mauro heeft de dag na de verkiezingen onlangs, moest hem filmen ergens diep in West-Vlaanderen, kwam hem toen met een VRT-wagen en werden ze al getrakteerd van bij het begin op een scanderen door tientallen mensen van linkse ratten, dat is niet tof. Daarvoor doe je een job niet. Ik doe ook maar mijn job om iets goed te brengen, los van opinie, los van mening, ik wil objectief zijn, ik wil nieuws vertellen zoals het er is. De VRT is daarmee bezig, om mensen echt te coachen, wat ga je doen en welke moeilijke situatie. Ik neem geen risico, sowieso. Het is mij niet waard. De beste quote, het mooiste beeld, het is mij niet waard. Er zijn grenzen aan mijn zotheid voor de journalistiek. Als het bij schelden blijft, dat raakt mij niet echt, echt waar. Ze mogen zij roepen en zeggen van mij wat ze willen. Dat is echt zo, dat raakt mij niet. En ik ga ook niet op naar de meldpunt stappen, denk ik. Ik los het wel zelf op.
En voor mij ligt de grens op het moment dat het voor mij gevaarlijk wordt. Fysieke agressie. Vooral fysiek. Echt waar. Schelden, je mocht wat je wilt, dat kan mij niet bommen. Maar op het moment dat ze je fysiek aanraken, dat doe je niet. Bepaal zelf van tot hier kunnen ze bij mij. Als er iemand staat uit te schelden, is het even goed je recht om te zeggen, gelijk wat, maar om terug te schelden, zou ik niet zeggen, maar terug te argumenteren. Toon je wel altijd de slimste. Mensen die schelden zijn vaak al een echelon lager dan u. En wel blijf daar een niveau boven en zeg je ding terug. Maar dat vooral. Bepaal voor jezelf de grens. Tot hier kunnen ze gaan.